Vorige week kwam nog een onderzoek uit van het RIVM en het Trimbost Instituut en de GGD. Dat een helft van de studenten psychische klachten ervaart en zelfs een kwart daarvan denkt aan zelfmoord. Zeg maar, mensen die krijgen gek depressie en zo van corona. Jongeren vooral, omdat ze maar de ouderen die hebben niet echt een leven zeg maar, na 9 uur. Maar alle jongeren wel. En dat is gewoon niet chill als maar dat weg wordt gehaald. In één zin samengevat, Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. En hoe voel je je dan nu tijdens de lockdown? Alleen eigenlijk. Ja. En een beetje somber. Het voelt alsof de dagen heel lang zijn en er helemaal niks is te doen en je alleen maar opgesloten zit. Eigenlijk het enige wat je doet is eigenlijk gewoon jezelf door de hele dag slepen gewoon. Ik voel me vooral gewoon verdrietig. Maar vindt u de aanpak die uw kabinet heeft gedaan ethisch verantwoord? Op dit punt? Ja. Van de avondklok? Ja. Ja, 100%. Wat ja. Vind jij? Waarom jij niet? Leg even uit, waar zit jouw twijfel? Nou, bij mij is het dus vooral, want u zegt dan voor de avondklok moet komen, wat er ook gebeurt. Dus u heeft dan nog eerst gezegd van ja, het is niet door de Eerste en Tweede Kamer gegaan, dus wij hebben het zelf besloten. Maar dan heeft dus de rechter afstand, maar alsnog is het er wel doorheen. Maar dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok, kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het maken. De manier van hoe de avondklok dus tot stand is gezet, vind ik niet echt goed gedaan, netjes gedaan. Oké. Neemt u het mee? Ja, we zijn het niet helemaal eens waarschijnlijk, maar ik ga erover nadenken. Nou. Voorzitter, collegegeld, onderwijsgeld is geen vorm van abonnement geld om onderwijs op een onpersoonlijke manier, op een soort Netflix manier te volgen. Ik vind het niet zo leuk dat zeg maar vorig jaar gingen de online lessen, was niet meer op schoolles en zo. En daardoor ging school bij mij persoonlijk zelf heel erg naar beneden en zo. Binnenblijven, niet afspreken met vrienden, soms niet naar school gaan. De lockdowns eisen een hoge tol voor onze jonge mensen. En nee, het is geen aanstellerij van een verwende generatie. We zagen namelijk dat in de coronacrisis studenten levensmoe werden. Uit een onderzoek van het RIVM bleek dat 1 op de 4 studenten aangaf 4 weken voorafgaand aan de vraag wel eens de wens te hebben gehad om dood te zijn. Dus we zagen echt dat studenten mentaal de rekening betaalden voor het online onderwijs. En dat ze door eenzaamheid en stress, prestatiedruk, gewoon echt niet zo lekker in hun vel zaten. En onderwijs op zijn afstand heeft geleid tot weinig interactie, gevoelens van eenzaamheid, concentratieproblemen, gevoelens van depressie. Dat hebben onderzoeken onlangs aangetoond. Hoe gaat de regering waarborgen dat digitalisering in het onderwijs nooit meer tot dit soort desastreuze effecten gaat leiden als het gaat om het welzijn van onze studenten? De ministers moeten gewoon die scholen een beetje open houden. Mondkapjes kan je wel mee leven. En breng de vrijheid een beetje terug naar de jongeren. School is nu online en dat mentaal is altijd niet heel erg fijn, want ik heb wel 5 uur op slot zijn met vrienden en zo. En natuurlijk ook met sport. Ik sport zelf. Ik zit op basketbal en ik kan nu niet meer sporten, dus dat vind ik wel naar. Want het lijkt me normaal wel af, zeg maar, van corona. Kwetsbare jongeren zijn tijdens de pandemie meer gaan blowen. Ook drinken ze vaker alcohol en gebruiken ze vaker lachgas. Het blijkt uit een onderzoek waarvoor jongerenwerkers in het hele land zijn ondervraagd. Het onderzoek richtte zich op groepen kwetsbare jongeren van 16 tot 28 jaar. De toename komt bij een deel van deze groep door eenzaamheid, stress, angst of uit verzet tegen de coronamaatregelen. Het risico van verslaving ligt volgens deskundigen op de loer. We weten dat sommige studenten door de eenzaamheid inderdaad wat meer gingen drinken of ook wat meer gingen blowen. Kijk naar mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Kijk naar mogelijkheden voor buitensporten. Verhoog die leeftijdsgrens van in groepsverband sporten van 18 naar 25. Wij vallen gewoon op dit moment tussen wal en schip. Winkels langer open, meer uitgaansplekken gewoon ook open in het geheel.
Minder corona-regels over het algemeen, denk ik. Is dat zwaar zo?